Hallo mensen van Domme Gamen. Super tof dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video. In deze video ben ik met een goede vriend van mij, genaamd Snootje, tenminste zo heet hij in Minecraft. Maar in het echt heet hij Job. Job, toffe naam natuurlijk. Ik bedoel, dat is echt een goede naam. En ik en Job gaan Sky Island doen. Dat is echt de vierde keer dat we opnemen. Of de vijfde keer, ik weet het niet. Vijfde. Maar dat maakt niet uit, want hoe komt dat? De admin die wou ons als eerst geen sampling geven toen de boom geen sampling loste. Dus nu hebben we een paar reserve sampling, zodat we goed kunnen beginnen. Dat is gewoon van een player gekregen. Dat hebben we van een player gekregen, wat ik echt super tof van hem vind. En, hij moet beter admin worden. Hij moet admin worden, vind ik ook. Maar laten we lekker gaan beginnen. Eens even kijken. Zullen we maar gewoon lekker gaan survivalen? En ik hoop jullie een leuke commentary te gaan bezorgen. Wat zit hierin, Job? Ik heb net ijs en lava gepakt. Dus okay. Daarmee kan ik beginnen. Is goed. Dan kap ik even deze boom. En dan zorg ik ervoor dat ik van dat hout even wat tools ga maken. Dat is wel zo handig, denk ik. Kap ik even de hele deze boom af. Zo. Ik vind het echt jammer, mensen. Maar ik kan 2 dagen geen video's maken vanaf morgen. Want het probleem is, of jullie zien dit misschien al als ik die video's wel heb kunnen maken. Want ik weet niet wanneer ik dit upload. Maar in elk geval, het kan zijn dat ik 2 dagen al geen video's heb gemaakt. Dat komt dan omdat ik op kamp ben geweest. Of dit is daarvoor. En dan kan ik 2 dagen geen video's maken vanwege kamp. Want ik en Job moeten op schoolkamp zitten in de eerste. Job zit dan bij mij in de klas. En ik heb er persoonlijk geen zin in. Dat komt omdat ik het veel leuker vind om lekker video's te kunnen maken. Maar jammer genoeg kan dat niet. Erg jammer. Maar ja, we moeten het er maar mee doen. Valt niet over te discussiëren. Maar daarna heb ik ook 8 weken vakantie, 2 maanden. En dan ga ik knallen, mensen. Ik beloof het jullie. En dan ga ik super veel video's maken. Ja, jij hebt de chest. Kan je die ik heb de chest. Zullen we die even plaatsen? Plaats boven op de workbench. Boven op de workbench is goed, joh. Dan plaats ik er boven op de workbench voor je. Zo. Ik maak heel even snel een pickaxe. Omdat ik dan even wat cobblestone kan verzamelen. Om dan weer een stone pickaxe van te maken. Dat is namelijk wel zo handig, denk ik. Zo, ik heb een mooie stone pickaxe. En dan ga ik heel even dit kapot maken. Zo. En dat is dan een stone generator. Hartstikke vet. Jullie moeten natuurlijk in de reacties even wat challenges achterlaten. Dat vind ik hartstikke leuk als jullie dat willen doen. Dat is heel makkelijk. Gewoon een leuke reactie achterlaten met daarachter hashtag challenge. Zodat ik weet dat het een challenge is. En als jullie graag mee willen doen met mij en Job om lekker te gaan survivalen hier. Moet je even een leuke reactie achterlaten. Deze video delen en liken. En aan je toevoegen aan je favorieten. En dan misschien nodig ik jou wel uit om mee te doen. Dat lijkt me hartstikke leuk. Ik heb al 1 sapling, Job. Hoe vind je die? Nice. We hebben er nog 12 trouwens. Dus. Dat is hartstikke tof. Plaats hem even hier zo. Wat ga ik doen? Ik ga even een pickaxe maken van stone. Dat vind ik namelijk wel een stukje fijner. Zo. Heb jij ook nog een tool nodig of hoeft dat niet per se? Nou, ik heb 4 cobblestone. Nee. 10 cobblestone, kan dat? Nee. 10 cobblestone? Nee, dat heb ik nog niet. Nee, hout dan? Nee, hout is zonde. Doe maar wat wil je hebben eigenlijk? Waarvoor heb je dat nodig? Ik ga even een farm maken. Je gaat een farm maken, oké. Dan ga ik wat cobblestone voor je verzamelen. Het is wel een mini farm, maar dat boeit niet. Dat maakt mij helemaal niks uit, joh. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat we een farm hebben en niet hoe groot die is. Uiteindelijk willen we hem natuurlijk wel uitbreiden. Maar dat komt allemaal wel goed. Jullie moeten natuurlijk ook even in de reacties achterlaten of jullie het leuk vinden dat ik op deze serie doe. We doen het waarschijnlijk 1 keer in de week. Dat is waar we nu naartoe willen gaan. En als jullie het heel leuk vinden, kunnen we het vaker doen. Maar in elk geval, tot nu toe staat het vast 1 keer in de week. We weten niet precies op welke dag. Maar dat maakt ook niet zoveel uit. Mag ik alvast wat cobblestone? Dan kan ik alvast. Ja, als je heel even wacht. Ik heb er namelijk al bijna 10. Nee. Misschien heb ik meer nodig, hè? Misschien heb je meer nodig, maar dat komt dan wel weer. Ja. Is het goed dat je 10 is goed? Ja. Waar ben je? Nu even. Ik sta hier. Zo. Heb je het? Ja. Hartstikke mooi. Oh, nee, wacht. Jij hebt het. Heb ik het? Oh ja, ik zie het. Hier. Heb je het? Nee. Nou, ik pak Gooi het telkens. Ik iets hoger. Oh, je is ook hier. Wegrennen. Heb je het nu? Ja. Nice. Dan ga ik even verder met wat cobblestone verzamelen. Wat ik ook weet is dat je ook naar de netten kunt. Want er waren namelijk net mensen die gesleend. Dus kapot waren gemaakt, dood waren gemaakt door een pikmin. En pikmin zijn alleen te vinden in de nether. Dus misschien kunnen we ook nog naar de netten gaan. Wat mij echt super tof lijkt. Hey, heb je trouwens nog melon seeds? Of ga je die nog maken? Ja, melon seeds kan ik maken. Zo. Hartstikke vet. Dan gaan we want dat doen. We hebben gewoon melon, dus. Oké. Okay. Dat is vet. Dan ga ik ondertussen even door met wat cobblestone verzamelen voor jullie. Of voor jullie, voor mezelf. Oké, okay, maar Job, kan je heel veel je pickaxe pakken? Ik heb een pickaxe. Hier, kan je deze 2 even weghakken? Ja, deze, ik ga dat voor je doen. Ja, deze cobblestone. Hier achter je. Waar? Hier. Waarom moet ik dat weghakken? Ik nu opsla. Deze 2. Oh, waarvoor moet je die eigenlijk weg hebben? Oh, die heb. Nee, wacht, die niet. Ja, jij zei die 2. Welke wel? Die, deze hier, naast de chest. Oh, deze. Deze hier. Ja. Zo, oké, die is weg. Maar... Alsjeblieft, Job. Dankjewel. En maar wanneer komen nou die dildo's in Minecraft? Want ik vind het wel heel vervelend dit, hoor. Ik heb gehoord dat Notch homo is geworden. Dus ik denk dat hij wel snel komt. Nice. En ik heb ook gehoord dat je plastic kan maken. Mm-hmm. Als je papier in de oven doet.
Ja. En dan daarmee kan je deel nemen. Ja, want ik vind het wel jammer, want we zitten hier met z'n tweeën op een eiland. En als twee kerels op een eiland zitten, dan wil je natuurlijk wel wat te doen hebben. Met andere woorden, we hebben dildo's nodig. Dus bij de patch 1.6.2 wil ik gewoon dat er dildo's zijn in Minecraft. Want ik verveel me nu gewoon. We zitten alleen maar tegen goblins aan te staan. Met een dildo moet dat gewoon veel sneller gaan. Vind je niet? Ja, dan en dan vind ik ook eigenlijk dat je een diamond dildo moet kunnen maken. Waar je dan gewoon echt heel lang mee kan doen. Heb jij een hoe? Dan kan ik hem maken. Ik heb een hoer, maar die zit nu in Amsterdam. Dus ik weet niet of dat hem wordt. Een hoe? Een hoe? Oh, een hoe! Tuurlijk, die heb ik. Ik ga hem even voor je maken. Hoe vind je die? Ja, maar hoe kom je aan seeds? Als je je aftrekt, zeg maar. Als het goed is, komt het dan... serieus. Hoe kom je aan seeds? Want we hebben geen seeds. Oh. Oh, wacht. Oh, nee. Nee, dan moet je uiteindelijk... challenge, denk ik. Nee, dat is geen challenge. Als jij boommeel hebt en je doet het op de grond, dan krijg je gras. Dus we moeten even wachten op boommeel. Dan moeten we eerst uitbreiden. Dus. Job, vang deze op je hasjes. Ja, op je hoofd. Bam, op je smoel. Oké. Hoe vond je die, Job? Niet leuk. Nee, maar zo gaat het nou eenmaal hier op het eiland. Hey, eigenlijk vind ik ook dat de kijkers een naam moeten bedenken voor het eilandje. Vind je niet? Ja, doe maar gewoon iets leuks. Verzin iets leuks en dan noem je gewoon even een reactie met erachter Iceland name. Dan weet ik dat het een Iceland name is en geen challenge. Want straks schrijven jullie dildo Iceland en dan denk ik, wat moet ik een dildo Iceland gaan maken? En dan maak ik een dildo Iceland en dan zeggen jullie, Job, je doet het verkeerd. En dat vind ik niet leuk, want dan voel ik me weer heel erg gediscrimineerd. En dan zeg ik, goed te voelen als ik contact klap die over je kapot. Toch, Job? Ja. Vind ik eigenlijk ook. Mag ik wat cobblestone? Dan maak ik zo'n, een soort van brug en dan komen allemaal... Creepers en zombies. Nee, creepers ontploffen en skeletons. Niet, volgens mij. Ja, die ontploffen wel. Ja? Ja. Die mag ik dan wel. Wat cobblestone? Je mag voor mij wel wat cobblestone. Dat wordt dan twee keer even bukken. Okay. Ja, buk maar alvast. Bukken. Oké. Okay. Wacht even hoor. Plaktoets. Oh. Oké, ik vond het wel lekker. Dus hier. Zo goed? Ja, denk ik wel. Nou, ik denk het. Ik geef jou hartstikke veel en dan zeg je nog, ik denk het wel ook. Ik vind het niet zo netjes van je, Job. Ik vind het niet leuk. Nee, dat doet me echt zeer van binnen, ja? Jij kwetst mij daarmee, hoor je dat? Ja. Doet zeer. Doet zeer, ja? Dat brandt. Ja, sorry. Ja, nee, oké. Ik denk dat je het even weet. Oh, dus je zit nu te fluisteren dat je... Oké, dan weten we dat. Maar zullen we eigenlijk ook dat we een vraag van vandaag gaan doen? Dat we in elke skyblock een leuke vraag bedenken aan de kijkers... en dat die daarop moeten antwoorden. Oké. Hoe zou je die vinden? Dat vind ik wel leuk. Ja. Leuk idee. Ja. En voor tips en tricks. Mogen jullie ook even een reactie? Voor tips en tricks moeten jullie. Ja, tuurlijk. Voor tips en tricks moeten jullie ook even een reactie achterlaten. Zodat ik weet wat ik kan verbeteren in de Skyblock series. Jullie denken, Job, die moet voortaan gewoon zijn hele series je bek houden. Dan zorg ik ervoor dat ik tape onder zijn mond heen doe. Kinky. Wat? Kinky. Kinky stel. Weet je niet wat kinky is? Houden zo. Doe een appeltje in je mond en dan leggen we je zo in de lava neer. Wie zijn billen brandt moet op de blaren zitten, snol. Dat is vervelend. Oké, ik pak zo wel een appel. Oh, we hebben geen eens appel. Heus wel, ik heb nog wel twee appels. Ja? Ja. Nee. Nee, maar die mag jij niet. Nee, maar ik kan zo wel een appel pakken en dan spring ik wel in het lava. Dat vind ik wel leuk. Ik ga iemands naam zeggen waar ik nu aan denk, Joni, wat? Hier, pak. Wat? Oh, dat is echt kut. Nee, dat heeft helemaal niks met die... Oh, ik ben zo sukkel. Hier, van. Ik ben zo idioot. Ik ben echt zo fucking laam. Oké, hoeveel cobblestone heb je eigenlijk nog nodig nu? Oh, dit is wel genoeg, denk ik. Zullen we... Dus we zijn in deze aflevering eigenlijk een beetje bezig met een monsterbrug. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, het wordt al nacht, dus ik denk dat ze zo komen. Klaarkomen heb je... Ja, joh, blijf nou eens van die monsters af, joh. Kijk, mensen, dit is altijd zo. Als er dan monsters komen, dan ben ik blij. Dan heb ik koekjes gebakken, dan komt Job er weer aan. Die stopt dan zo weer iets in zijn mond. En dan denk ik, Job, verdomme, weet je wel. Ze hebben hardcore mode, ze hebben peaceful. Maar ze moeten eigenlijk ook nog, vind ik, hè, dat vind ik... Kinky mode hebben, vind ik. Vind ik leuk. Allemaal monsters met allemaal appels in hun mond. Wat zijn we toch weer raar bezig in deze aflevering. Goed begin. Oké. Ja, die monsters zouden... Mag ik nog wat cobblestone? Dan kan ik echt lang... Dus ik ben hier hard aan het werken voor cobblestone. En dan ga jij gewoon aan mijn kijken. Kijk hem daar staan. Twee zwaarden anders. Kijk hem daar scumbag staan, mensen. Zien kijken. Echt zoals als een admin. Ja, ik word misschien admin. Nee, dat is nog geheim, joh. Daar mogen we het nog helemaal niet over hebben. Weet je wat te doen? Omdat ik jou zo fucking scumbag vind. Hier, houden, snol. Oké, mag ik twee hout? Ja, ik haat jou. Hier, weet je wat we doen? Hier, hebben, hier. Je mag alles hebben, hier. Gewoon omdat je zo fucking scumbag bent. Hier, houden. Hou maar. Oké. Mag je niet. Klootzak. En ik ga weer hard werken, hoor, voor mijn geld. Jij eet gewoon het kaas van mijn brood. Ik heb wel vier kinderen, Job. Nou ja, eigenlijk heb ik vier virtuele vrouwen. Hoe kom je aan die kinderen dan? Nou, door de nieuwe patch waarbij je virtuele vriendinnen kan maken. Virtueel kan vreemd gaan, virtueel kan scheiden. Virtueel kan verkrachten, wat best wel leuk is met die virtuele bezem. What the fuck? Waar gaat het over? Helemaal nergens, vind ik. Ik wil graag een penis maken.
van Gobblestone. Zullen we dat doen, volgende aflevering? Ja, die heb ik al gemaakt. Oh. Dankjewel, Job, dat je me weer verpest voor mij. Maar ik geef je gewoon eerder... Hey, ik zie daar al mobs. Ik zie daar mensen. Kijk, daar zijn ook mensen op een eilandje. Kijk. What the fuck? Ze zitten met z'n twee. Kijk, ze neuken elkaar. Nee, dat maakt helemaal niet uit, joh. Laat ze lekker. Waarom groeit deze boom niet, Job? Enig idee? Ja, omdat hij niet naast het water zit. Oh ja, ik vergeet het bijna. Wat jij even moet doen is even wat zand pakken. Kun je dat voor me flikken? Fikken, wat? Kun je dat voor me pakken? Volgens mij zitten er wat twee zand in de chest. Serieus? Oh nee. Nee, laat maar. Maar ik verzamel even wat zand. Ik geloof dat het hieronder zit. Ja. Doe maar twee, want anders val je naar beneden. Hier. Hoppakee. En dan zet ik hier even een cactus op. Dan kunnen we die ook laten groeien. Hartstikke mooi. Maar ik doe het wel mooi met ons afsluiten. En ik hoop dat Job nu niet door mij heen praat. Mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze video. Vonden jullie het een leuke video? Wat moeten ze dan doen, Job? Liken, abonneren. En... Oké, ik vind het leuk geweest. Dan moet jullie even liken, abonneren en reageren en al die andere shit. En wil jij meedoen? Hey, stil. Deel op Hives. Krabbel mij even en ik ben hartstikke blij. Wil jij meedoen met Skyblock? Laat dan even een leuk berichtje achter. En deel deze video even en al die lijpe shit. En ook voor mensen bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Later.